Welkom. Beozade heeft een aantal rassen bleekselderij om aan alle wensen van de consument en ook van de teler te voldoen. Om u te helpen bij het maken van de juiste keuze van het ras nemen we u mee naar een stukje teelt, oogst en verwerking van bleekselderij. We zijn hier te gast bij het tuinbouwbedrijf Van den Broek in Haarsteeg. John van den Broek is een grootschalig ijsbergsla en bleekselderijteler. Ook verpakt hij in zijn eigen verpakkingsbedrijf Broflow BV zijn producten. De producten worden daar verpakt en geëtiketteerd naar wens van de klant. Hier staat het ras Plato geplant. Bedden met een spoorbreedte van 1,65, 4 rijtjes op een bed. Ongeveer 55.000 plantjes per hectare. Het is nu half juli, dus deze plantjes gaan het najaar in. Dan worden de planten meestal wat minder dik gezet, zodat het gewas beter door kan drogen. In het voorjaar wordt er meestal wat dikker geplant, zo rond de 70.000 per hectare. Wat verder belangrijk is voor de teelt van bleekselderij, is dat de structuur van jouw grond in orde is. De pH op orde is dus niet te laag. En wat er verder belangrijk is, is natuurlijk dat er water gegeven kan worden. Bleekselderij is erg waterbehoevend. Plato nu halverwege de teelt. Het staat er gezond en vitaal bij. Het ras Plato heeft ongeveer 85 dagen staan groeien en is nu klaar voor de oogst. Ik zal er eentje snijden. Zoals we kunnen zien heeft Plato een hele mooie lange steel, waardoor die ook zeer geschikt is voor te flowpacken. Natuurlijk kan hij ook voor vers. Hij is sterk tegen waterstelen, heeft een mooie donkere kleur en smaakt erg lekker. De vers geoogste bleekselderij die wordt hier binnengebracht bij het verpakkingsbedrijf Broflow van John van den Broek. Behalve zijn eigen producten worden hier ook nog groente en fruit verpakt van derde voor derde. Nou, we kunnen hier heel mooi het flowpack proces zien. Ik zal er eentje pakken. Belangrijk van het ras bleekselderij wat verpakt wordt voor de flow is dat hij een smalle onderkant heeft, een mooie lange rechte steel en weinig blad bovenin, zodat die bladeren niet tussen de verpakking komen. Het ras Plato is hier uitermate geschikt voor. Zie hier een prachtig mooie verse bleekselderij die zo naar de consument kan.